verschrikkelijk hartelijk welkom. Het is, ik geloof, een hele gezellige avond te worden. Er is verschrikkelijk veel te doen. Maar voordat ik u dat allemaal ga uitleggen, wil ik u eerst even met één brandende vraag, even die brandende vraag voor u blussen. Die brandende vraag is natuurlijk, waar is het feestvarken zelf? Nou, dat kan ik u vertellen. Het feestvarken zelf is vanavond palen voor de zwijnen aan het verdienen in Amstelveen. Die moet in de plaatselijke boekhandel, moet die signeren. Ja, ze zeggen, ja, moet dat dan vanavond? Moet dat dan vanavond? Ja, dat vroeg hij zelf ook. Van God, moet het nou vanavond? Ik zeg, Karel, luister. Je moet het ijzer smeden als het vuur op zijn heetst is. Dus doe dat nou, want voordat je het weet, is die hele hype van die passievrucht iets weer over. Dus ga er nou maar gewoon naartoe. Ik doe wel het voorprogramma en dan kom jij gewoon daarna hier naartoe. Nou goed, hij is dat gaan doen. Maar ik heb een aardigheidje bedacht. Ik heb een cameraploeg op pad gestuurd. En die is naar Amstelveen. En als het goed is, kunnen wij nu live verbinding krijgen met de boekwinkel Vensterdag op het winkelcentrum in Amstelveen. Dan gaan we even kijken met de techniek of dat allemaal gaat lukken. Dus even kijken. Oh, kijk, daar zijn we al. Nou, hier. Kijk eens even. Oh, kijk. Ze hebben hem bij de literatuur gezet. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Nou, u ziet, ze hebben daar ontzettend veel boeken bij Vensterdag. Het is een hele leuke boekwinkel in het nieuwe winkelcentrum van Amstelveen. Oh, kijk. Karel, hoor jij mij? Kun jij mij horen? Ja, ik hoor je. Ja? Niet zo goed, maar... Ja, hé. Ik hoor je, hoor. Oh, mooi. Hé, gaat het een beetje? Volgens mij gaat het wel goed. Hoeveel boeken heb je al gesigneerd? Tot nu toe heb ik 8 exemplaren. Oh, nou, dat is helemaal niet gek hoor, 8 exemplaren. Deze 8 boeken. En voor wie heb je die dan gesigneerd? Voor wie? Ja. Ja, voor wie het eerst komt. Ja, ja. Zeg, en verkoopt dat boek daar een beetje bij Venster? Dan zou ik ze even vragen. Ja. Mag ik vragen? Hoeveel van mijn boeken zijn verkocht? Van wat is dit verkocht? Van de Passievrucht. Passievrucht van wie? Van Karel die verkoopt hij mee. Nee, Karel Glas daarvan. Karel Glas. De Passievrucht. Ja. Ik denk dat hij daar een stuk of 2 van verkocht heeft. Ja, stuk of 2. Ja. Ze hebben er 2 van verkocht. Ja. En weet je ook aan wie die zijn verkocht? Weet je ook aan wie? Ja, zijn zus is al niet verkocht. Want die zijn mijn zus. Dat is ook leuk. Hey, en heeft die man het ook zelf gelezen, die boekhandelaar? Wat vond hij er zelf van? Heeft u het zelf ook gelezen? Ja, de passievrucht. Ja, ik ben er wel in begonnen. Want ik kwam er iets anders wat mijn aandacht vroeg. Dus ik heb het nog niet uitgelegd, maar ik vond het wel aardig. Nou, hij is erin begonnen en het begin dat sprak hem heel erg aan. Ik heb het niet uitgehad om het uit te lezen, maar ik geloof dat hij wel enthousiast is. Peter, ja? Moet je toch spreken? Hoe is het daar in het Betty Asphalt? In het Betty Asphalt? Nou, er zit hier een mannetje van 12, 13, zat ik zo hier in de zaal. Dat is heel gezellig. Zo weinig. Nou, had je dan meer verwacht? Ja, nee. Nee, ik had 120 mensen uitgenodigd. Mijn familie, mijn beste vrienden. Ah ja, don't you worry, your pretty little head about it. Wij gaan er gewoon in gezellig. Sorry, ja? Ik geloof dat ik iemand hoor aankomen. Dus, oh, leuk. Ik is aan het werk. Oh, heel goed. Kan ik even kijken? Ik zie nu. Oh ja. Oh, dat is een leuk dametje. Hebt u misschien een gesigneerd exemplaar van de Passievrucht? Hebt u het boek? Dat is het nog niet gelezen. Een mooi boek. Ah, Karel doet het heel goed met vrouwtjes, want hij weet enorm succes met vrouwtjes altijd. Dus dat komt wel goed. Ik ben benieuwd. Hoe is dat? Jongens, kunnen we dat even... Kunnen we dat nog een keertje... Dat wil ik nog wel even een keertje zien. Kunnen we dat... Ja. En dan wil ik even zien wat daar gebeurt. Kijk, daar op het gezicht. Oh, nou, dan moeten we straks wel eventjes vragen wat daar precies gebeurd is. Als ik vanavond weer eens
Nou, u ziet, het leven van een schrijver is ook niet alleen maar roze geur en maneschijn. Het zijn de passionfruits, ik weet niet of je het kunt zien. Het zijn cd'tjes met louter hoogtepunten uit de Matthäus Passion en de Johannes Passion. En daar heeft een vriendje van mij heeft daar een hele leuke beat onder gezet. Het zijn hele leuke cd geworden. En dan heb ik mij laten vertellen, En dat vind ik eigenlijk dat toch wel weer heel mooi hoe het allemaal in elkaar grijpt. Dat die Matthäus Passion die gaat dus over Jezus. En de vader van Jezus, Jozef, die bleek dus ook helemaal niet de vader te zijn. Thematiek van de passievrucht, die is onze ouders de weg, maar natuurlijk. Hey. Van het voorjaar op de markt.